We zijn hier in het pleeghuis van Fontijn Castella in Kuik. En wij zijn een groep boeren. Wij leveren allemaal onze melk aan Friesland Campina. En een jaar of 4 geleden is er een initiatief ontstaan om eigenlijk mensen die in de zorg- en verpleeghuizen zitten een hart onder de riem te steken, te laten merken dat wij aan ze denken, om eigenlijk warm chocomel uit te delen met slagroom. Het is gewoon een klein gebaar om te laten weten dat wij aan ze denken. Dat is wel een mooi gebaar, hè? Ja, en Friesland mensen... Campina, de onderneming bestaat 150 jaar, is een coöperatie. Ja. Dus wij zijn eigenlijk allemaal leden van de coöperatie en willen het graag iets kleins doen voor deze mensen. Ja. Maar ik geloof wel dat ze het allemaal waarderen, hè, de mensen ook. Ja, ze vinden het heel erg lekker. Ja, ja. Het is toch een tractatie, hè? Ja, uiteraard. Ja. Lekkere warmte. En zeker met dit weer is het helemaal iets lekkers. En dan hebben ze van Pantijn hier nog een lekker koekje erbij geregeld. Kijk. Dus we komen heel goed geslagen ten eerste hier aan. Mooi zo. Nou, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, kom maar, we gaan dan. Dankjewel. Doei.